Jagannath Lajpan zal vandaag in leven 104 jaar worden. Naar aanleiding hiervan heeft de regering 21 september uitgeroepen tot een nationale dag van verbroedering en eenheid. Ter herdenking van de geboortedag van Lajpan en dus de verbroederingsdag was er vanmorgen een kransleggingsceremonie op het Onafhankelijkheidsplein. Lajpan was medeoprichter van de VHP en de eerste voorzitter van deze partij. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat het politieke gedachtegoed, de verbroederingspolitiek van Lajpan, door het gehele politieke spectrum wordt gerespecteerd. Tegen deze achtergrond heeft de regering op voordracht van de VHP ervoor gekozen een nationale dag van verbroedering en eenheid in te stellen. Deze dag is erop gericht politieke partijen met elkaar te verbinden in het belang van een vredige en harmonieuze samenleving. Onze multiculturele, multireligieuze en multietnische gemeenschap vereist dat we met respect omgaan met elkaars opvattingen, de cultuurachtergronden en elkaar de ruimte geven aan een ieder om eigen religieuze, maatschappelijke en culturele waarden persoonlijk te beleven, terwijl het collectief wederzijds respect voor elkaars waarden en opvattingen gewaarborgd blijft. In een vredige en harmonieuze samenleving en natie. NPS-voorzitter Gregory Rusland haalde aan dat Lajpan samen met Johan Adolf Pengel een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het samengaan van de twee grootste etnische groepen in Suriname, de Hindustanen en de Kriolen. Rusland wijst er verder op dat verbroederingspolitiek een term van Lajpan was. Pengel sprak namelijk liever van integratie, assimilatie of brede basispolitiek. PL-voorzitter Paul Somahadjo memoreerde dat Lajpan voor decentralisatie heeft gezorgd. Bronte Somahadjo, zoon van de PL-voorzitter en minister van Binnenlandse Zaken, wees erop dat deze dag samenvalt met de Internationale Dag van de Vrede. Vice-president Ronnie Beunswijk haalde aan dat verbroedering verbonden is met waarden zoals harmonie en integratie. Dus reeds vroeg was ook Pengel bezig met de wijze van ontwikkeling op basis van de multi-etniciteit van onze samenleving. De indruk dus dat Lajpan de grondlegger is van de gedachte voor het samengaan van de diverse bevolkingsgroepen in ons land, zoals de afgelopen dagen naar voren kwam, is dus niet correct. Het is een inspanning van beide leiders geweest. Vroeger was het zo dat alleen Paramaribo de macht had. Alleen Paramaribo. 21 leden van het parlement, 10 Paramaribo, 1 in Coronie of ergens, de totale macht. Wij van de verdruchten zijn uitgesloten. Door strijden heeft de Lajpan in staat om niet alleen Paramaribo, maar totaal Suriname van 21 naar 39 te brengen. Dat wil zeggen dat de districten ook macht hebben. Een toeval zou men kunnen zeggen. Maar het vrede samenleven heeft alles te maken met het accepteren van verschillen en het vermogen hebben om naar anderen te luisteren, ze te erkennen, respecteren en waarderen en op een vreedzame en verenigde manier samen te leven. Op deze dag brengen wij hulde aan een van onze voorvechters voor vrede en democratie. En dialoog meester Jagannath Lajpan, meer bekend als Papa Laj. Verbroedering is een praktisch, religieus en spirituele begrip waarbij een samenleving gebouwd wordt op liefde, begrip en vertrouwen. Het gaat hierbij ook om de overtuiging dat verbroedering en verbondenheid met elkaar de enige weg is voor Suriname als een multi-etnisch en culturele samenleving om in eenheid voor te gaan. Vice-president Ronnie Brunswijk, hij sprak vandaag op het Onafhankelijkheidsplein tijdens de herdenking van de Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid, oftewel de geboortedag van wijlen Jagannath Lajpan.